September zit weer. De R zit in de maand. Herfst is begonnen. Tijd voor wat storms. Nou ja, Celestial Storms, een liter in de box. Waarom ook niet? Arr! Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe unboxing video. Natuurlijk mede mogelijk gemaakt door... Ja, ik draag zelfs ondertussen al shirts ervan. Het wordt steeds gekker met de dag. Maar ik vind het alleen maar leuk natuurlijk om te doen. Want ik ben officieel krulmagneet. Nee, officieel. Ik heb gewoon een t-shirt gekregen. Ik wil jullie beter aan. Maar genoeg. In ieder geval genoeg daarvan. Wij gaan beginnen met een Elite trainerbox van de Celestial Storms. Mede mogelijk gemaakt eigenlijk meer door Meertje. Nee, niet Meertje. Ja, Meertje. Dat is gewoon een rare Meertje. Want deze die... Meertje gekocht en het prijskaartje zit er nog op. Oh, wat onprofessioneel zeg. Oh, wat een schande. Stevie, toch? Dat kan gewoon niet. Echt serieus, hoe durf je? Dat kan gewoon echt niet. Maar ja, Meertje had deze dus gekocht en die zegt zo van, nou, doe het voor een unboxing. Dus bij deze, nou, in ieder geval zoals altijd, krijg ik dus ook weer hier een postertje uit. Dus ik ga heel even kijken of ik deze even mooi en voorzichtig... open te maken. De mooiste poster hebben we al gezien, jongens. Dat was echt wel de Ultra Prism. Maar even kijken. Zo. Shazachi. Nou, ik weet, heel veel mensen die vinden Rayquaza, vinden ze een van de beste legendarische Pokémon. Hij is geweldig, Blaziken is geweldig natuurlijk. Dus ik weet dat heel veel mensen een grote fan zijn van Rayquaza. Dus natuurlijk, ja, zou het inderdaad heel erg leuk zijn. Volgens mij is het Rayquaza. Even kijken, want we kunnen er heel eventjes snel door het broekje heen bladeren. Rayquaza Volhard, daar zijn we natuurlijk naar op zoek, want dat is de kaart waar iedereen naar op zoek is. En ik zal nog steeds zien hoe dat dit een cheating is. Maar goed, buiten dat. In ieder geval, Rayquaza is dus heel erg wild. Laten we proberen maar een Rayquaza te vinden natuurlijk. Dat is natuurlijk een van de leukste dingen. En oh, wat leuk zeg. Ze hebben tegenwoordig al nog meer een extra betere verdeling erin zitten. En ik moet zeggen, deze dice zien er zeker heel erg nice uit. Nice dice. Klinkt een hele mooie. Alleen, ja. Ik bedoel... ligt hij gewoon op donker gewoon dan? Zeker heel erg mooi. Natuurlijk hebben we hier ook de codekaart. Die moet ik gelijk even uitnemen. Ik zal het gelijk even in de camera halen. En dan heb ik hier natuurlijk de GX coin met de poison en burn coin. Hartstikke leuk. Rayquaza dividers. Die zitten er natuurlijk ook weer bij. Energy cards. Sleeves. Om je eigen deck natuurlijk te kunnen maken met Rayquaza sleeve erop. Hartstikke mooi. Zoals dat we hem allemaal kennen, ga ze eventjes aan de kant. En natuurlijk, wat een van de spannendste dingen is, 8 boosterpakjes van Celestial Storms. Laten we gewoon gelijk beginnen met het eerste pakje. Ik moet zeggen, ik moet even wennen aan deze setup, want ik zit hier in mijn studio en ik zit dan weer op mijn bank. Nee, eigenlijk een truitje van mijn bank, omdat ik anders niet op mijn dak moet komen. Maar, op zich, ben ik zo blij. Goed, zoals altijd. Oh, ik heb de GX coin en ik heb er een rommeltje van gemaakt, hoor. Ik mis Meertje nu al met assistentie. oepsie. Nee, zoals altijd, ja, ik heb de VK-kaart al eventjes omgedaan, maar jullie weten het. Ik doe de codekaart eruit halen uit heel de video, omdat tegenwoordig gaat iedereen al zien aan de codekaart. Wat voor pakje dat het is, en dat is natuurlijk niet leuk. Dus bij deze lijn dat nog een keertje uit. In ieder geval, we hebben dus een vuurenergie. We hebben meteen, noem maar een beetje zo, we hebben een schaduw. We hebben meteen, we hebben een Apricorn Maker. We hebben een Hiker. We hebben Sneasel. We hebben Voltorb. We hebben Trico, we hebben Wingull, we hebben een Fairy! Ja, we hebben een Fairy! Oké, sorry, die moest gewoon heel eventjes, moest al eventjes gewoon even Chicken Conway al eventjes quoten. Reversed Holo Skeptile, dat zou natuurlijk heel erg leuk zijn als we nou gelijk onze eerste GX al gelijk... Axe is blij met de Wailord. Axe is altijd heel erg blij met de Wailord. Ik weet nog steeds niet waarom dat Axe heel erg blij is met de Wailord, maar hij is super blij met de Wailord. Dus hebben jullie al verteld dat Axe heel erg blij is met de Wailord? Die wouden er toen een deck van maken, dus met de pre-release echt zo leuk van mol gehad. En voordat ik het trouwens, weet dat er weer een nieuwe setup uit is, die is onderweg op het moment dat ik dit aan het opnemen ben, naar mij toe. Nou, dus ook een unboxing te maken, meer mol, maar goed. Rayquaza, dus ik kan eigenlijk niet wachten tot die binnenkomt, dus wacht een beetje, nog heel eventjes, hoppakee. Vier, ja. En ik zie jullie niet meer. Het is wel een tijdje geleden op het studio.
aan hebt, zeg. Maar goed, we hebben veel energie. We hebben een Dunk Sparks. Ik zeg even, wat is dat? Wat is dat? Dat is een filmpje. Je kent het wel. Dit en Lisa, een van de nieuwe trainerkaarten. We hebben Bill Maintenance. We hebben een Belman. We hebben een Wilmar. We hebben een Belfout. We hebben een Wismar. We hebben een Larvitar. We hebben een Reverse Hollow Grumpig. Ik weet niet, ik zeg altijd Grumpy of zo, maar ik vind het. En een regelige Sceptile. We hebben daar een Hollow Rare. Of een Reverse Hollow. Dus, oké, nou, we hebben al twee Sceptiles te pakken gekregen. Maar we hebben al twee regelige Rares, daar ben ik het niet mee eens. En dat is meer terug. Dat moet iets goeds uitkomen. Want ze vertrouwt me even nooit meer. En dat kan natuurlijk niet. Nee! Kom op. Goeie pak. Dit pakje is goed. Ik moet alles goed in de kiel even bij pakken. Nu niet helemaal mee eigenlijk. Ga daar mee. Ja, dat vang ik zo geluid. Eventjes zo. Lugion zit eigenlijk achter me. Hoe is dat? De laatste had ik hem achter me gezien. Ik heb alles weer verhuisd. Ja, hier zit hij. Hier hebben we onze Lugion. Zo moet ik toch een beetje gaan werken. Oké, we hebben een stormenergie. Een Nuzleaf. Een Frindle. Een Rare Candy. Een Shuppet. Een Beldum. Een Seedot. Een Galpin. Een Seedot. Wacht even weer. Ja. Leuk muziekje. Dat is een heel leuk muziekje. Serieus. Reverse Hollow Bill Maintenance. Jongens, dit gaat niet kapot. Ik maak me zorgen. Verdurie. Ik kan het toch niet meer komen om mee te zeggen. Ja, nou, het waren hele mooie pakjes. GTX, sorry. Of geen prism. Helemaal niks. Het is toch gewoon. Kan toch niet? Moet toch iets hebben? Ik bedoel, serieus. Ik maak me best wel zorgen. Ik moet zeggen, Celestial Sword, het is niet echt de set waarvan dat ik zeg van ja, die set vind ik geweldig. Persoonlijk, in verband met ja, ik ben een Eevee-fan en zit hier natuurlijk weer in Eevee's in. Dus Appeltjesgroen, Volbeat, Pelipper, Skypillar, Seedot, Metatite, Wingull, Beltoy, Spoink, Reverse Hollow Trico en een Hollow Rare Victory Bell. Ik heb nog steeds boeit me niet. Ik bedoel, Victory Bell boeit me nog steeds niet. We hebben een Hollow Rare, maar ik zal heel eventjes pakjes een beetje hier wat mee neerleggen, want jongens toch. Het is een Hollow Rare, maar toch. Meh, schmibbidak. Dit kan gewoon niet. Dit kunnen wij niet goed. Nou, maar zoals ik ze eigenlijk al zei. Er zitten hier geen Eevees in, en jullie weten het. Voor mij is het natuurlijk leuk als er Eevees in zitten. Maar er zijn meerdere kaarten als alleen Eevees, en dat weet ik ook. En dat deel ik hier met jullie natuurlijk. Met stroomenergie, de Hasselband, heel erg leuk in gameplay. Volbeat, Kalamasken, Glamburl, Fabi, Belfout, Begone, Pagan, sorry. Onyx, Reversed Hollow Shuppet. En een Hollow Steven Resolve, want dat was ik helemaal vergeten dat hij natuurlijk ook in één keer Hollow kon zijn. Ik maak er echt een rommeltje van, jongens, sorry, mijn excuses. Oei. Ik moet wel zeggen, met Pokémon Trading Card Game, voor de mensen die het dus willen weten, ik speel het voor fun, weet je wel. Ik heb een Eevee deck, ik heb een Glaceon deck heb ik gemaakt. Dus ik ben echt iemand die het voor fun speelt, maar er zijn dus echt inderdaad ook mensen die er behoorlijk diehard op spelen. En dat vind ik eigenlijk best wel gaaf, hoe dat ze dat eigenlijk dus doen. Het enige wat ik wel jammer vind, is dat je heel vaak metadecks hebt. Dat is een beetje, ja, weet je wel, dat vind ik een beetje jammer. Dus Hiker, Lurbal, Oricorio, Wilmer, Larvitar, Beldum, Mudkip, Kenya, wat moet niet, Marvel Reversed Hollow, Regice. Het enige wat we nou nog missen is een Registeel. We zijn de Jackson, jongens. We hebben nog twee pakjes. We hebben maar een pakje dit keer. We hadden de vorige keer een hele boosterbox, maar... Oké, dit pakje wil nog niet. Zien jullie dat? Ligt niet aan mij, ligt echt aan het pakje. Dit is gewoon weer super klein. Dit is goed. Daar, zo, in één keer. Scheur! Het is zonder scheur, man. Kom op, tenminste één GX. Moet kunnen.
Maar goed, in ieder geval, ik speel het dus ook wel online. En als jullie een keertje online trouwens een livestream of zoiets willen laten zien, laat zeker weten in de reacties als je natuurlijk de tijd hebt. Dus Vuurenergie, Marstan, Sibley, Kecleon, Lolo Bredata, Veldum, Seahot, Lotad, Skiddy, Reverse Hollow Rare Candy. Reverse Hollow Rare Candy, altijd leuk. Ja! Weer een hollowware, maar geen chance. We hebben echt Luckyon even nodig. Hashtag Luckyon, jongens. Liefje, kom er zelf even bij. Kom er zelf even bij. Kom er even zo lekker. Even erbij. Even zo. Gewoon even stiekem zo een beetje in beeld. Zo. Zo. Even op een pakje van mij apart gaan staan. Blaadje even in beeld. Hashtag het Luckyon blaadje in beeld. Waarom ook niet? Tenminste één prismkaart of een GX. Ik maak me in. Met het spijt me nu al bij voorbaat. We hebben nog één pakje. Alles is nog mogelijk. Ik doe mijn best. We geven niet op. Oh, sorry. Oh, sorry. Here we go. I got this. Wij krijgen hier wel een prism of een GX uit. Oh, niet spoilen. Paastrap. We beginnen met appeltjes groen. Dat is altijd een goed teken. Weer een rare candy. Metal. Apricot Maker. Electric. Yeah. Je maakt een beetje shadow Lucky Hill, maar dat maakt niet zoveel uit. Spoink. Meditite. Jimjam. Belfout. Reversed Hollow Onyx. In ieder geval geen prism. Sorry, Meerte. Ik heb mijn best gedaan met het openen van de pakjes, maar... Helaas. Helaas. Ik kan er niet van maken, sorry. Dus, ja, vervelend. Ik vind het echt heel vervelend. Helaas hadden we dus geen goede Elite Trainer Hall 3. Oh, rechts. Dat is natuurlijk een voordeel. Dus... Yay! I guess. Misschien dat we met een unboxing mogelijk hebben. Ik hoop het. Ik vind het echt wel even vervelend. Ik weet niet wat ik hier moet zeggen. Het is echt gewoon vervelend. Nou, in ieder geval. Ik wil jullie voor het kijken natuurlijk naar deze video. Heb je de leukste kaarten tussenbij zitten? Uit Celestial Storms. Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Of laat het natuurlijk weten in de reacties of je een keertje een livestream zou willen zien van Pokémon Trading Card Game Online. Met dat gezegd hebben, dank jullie voor het kijken. En hoop jullie natuurlijk allemaal te zien bij de volgende video. Wat een unboxing vervolg zal zijn. Dus nee, ik denk veel. Dus dat komt wel goed. In ieder geval bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Doei! Voice catch. Sorry.